organiseren sinds 5 jaar een vrijwilligersmarkt hier in Almelo. En er zijn 31 vrijwilligersorganisaties aanwezig. Die allemaal hier zichzelf presenteren om te vertellen wat ze doen, wat ze nodig hebben, wat voor vrijwilligerswerk ze kunnen bieden. En we hopen op zoveel mogelijk bezoekers. Wat voor stands staan hier zoal? Kun je er een paar uitlichten? Ja, onder andere Vier het Leven staat hier, Almelo doet mee, de Gravenruiters, Huizen Friso staat er, Karin Tregeland, eigenlijk van allerlei soorten organisatie, heel veel verschillend. Ja, en ja, zoals jij er nu tegenaan kijkt, heb je het idee dat mensen veel op zoek zijn of zijn ze alleen maar belangstellend? Ik denk dat er heel veel mensen belangstellend komen, zo van wat is er te doen? Zo hebben we het ook ingestoken, zo van kom eens vrijblijvend langs om eens kennis te maken met verschillende organisaties. Kijk eens hoe divers het ook is, wat er allemaal te doen is. Dus ik denk dat het ook voor heel veel mensen oriënterend is en dat is ook prima. Ze krijgen wat spullen mee naar huis, wat materiaal van de organisaties. Kunnen ze thuis eens even wat rustig ook nakijken. En misschien worden er wel concrete matches gemaakt. Nou, dat is ook heel fijn, maar ik denk ook heel veel belangstelling.